En welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Stekel, op mijn 12e begon ik anjers te pluizen in de kassen van mijn oom Henk. Ja, en op mijn 18e ging ik naar de landbouwhogeschool. Nou, dan hebben we vandaag... Ik ben blij dat we eindelijk eens een keer een uitzending hebben die een klein beetje bij mijn roots hoort. Wessel van Paas, je bent van Green Simplicity, wat doe je? Ja, inderdaad. We maken systemen voor plantonderzoek. Zoals jullie weten, een plant heeft licht nodig om te groeien. Dat licht, dat in zonlicht zitten alle kleuren licht. En wij gaan eigenlijk zoeken welke lichtkleuren nodig zijn voor de meest effectieve groei. Dus voor eigenlijk optimalisatie van teelten. En dat is heel verschillend wat voor bedrijven of wat voor kwekers, of wat voor gewassen, geteeld worden. En wat voor licht daarvoor nodig is. Lijkt me eigenlijk heel voor de hand liggend, dit. Dat zou je verwachten, maar eigenlijk, van nature hebben we geen keuze wat voor licht we krijgen. We krijgen zonlicht, dus dat ga je dan ook gebruiken, want dat is natuurlijk gratis. Ja. Dus dat is super. Alleen naarmate we steeds meer efficiënter, effectiever willen telen en de teelt willen optimaliseren, ga je zoeken naar wat voor licht gaan we die plant nou geven om zo efficiënt mogelijk om die plant zo efficiënt mogelijk te laten presteren met zo min mogelijk energieinput. Dus wat we gaan doen is we gaan in een trial-error opstelling, zeg maar. Dat is eigenlijk een totaal gecontroleerde omgeving? Totaal gecontroleerde omgeving. Ga je eigenlijk door middel van trial and error ga je in kleine hokjes. En een hokje praat ik dan over 1,30 bij een meter. Zeg maar, er hangen dan een meter ongeveer boven die planten hangen dan lampen. En die kunnen we geheel regelen per kleur. Dan hebben we het over rood, blauw, groen en verrood. En verrood zit tussen rood en infrarood in. Dat licht dat kunnen wij niet zien. Alleen die plant die herkent dat licht wel en die weerkaatst dat zelfs ook. Maar in zo'n omgeving gaan we dan allemaal in alle hokjes een aparte lichtsamenstelling invullen. En dan gaan we kijken hoe de plant daarop reageert. En dan kan je dus kijken naar hoeveelheid licht. Of naar de lichtintensiteit. Of naar de samenstelling van het licht. Dus het lichtspectrum. Ja, en die lampen die je daarvoor nodig hebt, maak je die zelf? Of hoe werkt dat? Want voor de trouwe kijkers die zien dat er een enorme roze gloed achter ons hebben. Want je hebt een LED-balk meegenomen. Een mooie LED-lamp meegenomen om een beetje in de sfeer te komen qua verlichting. Die LED-lampen maak ik niet zelf. Ik ben 3,5 jaar geleden begonnen. En toen ik mijn businessplannetje aan het schrijven was, heb ik gezegd van wat ga ik doen? Ga ik nou ook zelf die lamp ontwikkelen of niet? Nou, zoals jullie waarschijnlijk ook al weten, overal en ergens kun je LED-lampen kopen. Of je nou op Alibaba kijkt of op de site van Philips bij wijze van spreken. Ook LED-verlichting voor de tuinbouw gaat steeds, of voor de plantenteelt gaat steeds harder en sneller. En ik had eigenlijk, ik kwam tot de conclusie van, als ik nu begin met de lamp ontwikkelen, eerder die klaar is, is er natuurlijk alweer eentje die 3 keer beter is. Yep. Dus daar ga ik niet aan beginnen. Eigenlijk heb ik bedrijven gezocht, partners gezocht die lampen maken, die daar goed in zijn. En die ook hadden wat ik wilde, want dat was er eigenlijk ook nog niet. En dan wil je de verschillende kleuren? Ja, dus ik wil de verschillende kleuren los van elkaar regelen. Om dus uiteindelijk de lichtintensiteit en het lichtspectrum in één systeem te kunnen sturen. Ja. En dat is ook het unieke van wat jij doet? Ja, absoluut. Ja, dus wij bouwen en ontwikkelen eigenlijk de systemen waarmee de kwekers onderzoek kunnen doen. En dat kunnen zijn kwekers die zelf al in een kast telen bijvoorbeeld, maar dat kunnen ook zijn plantenkwekers die plantmateriaal maken voor mensen die dat in de kast weer echt van produceren, maar dat kunnen ook zijn veredelingsbedrijven of zelfs scholen. Ja, kun je eens voorbeelden geven van wat de resultaten zijn van jullie experimenten? Wat heb je tot nu toe ontdekt? Ja, dat kan zeker. We hebben bijvoorbeeld gewassen die normaal om het jaar bloeien. Die kan je bijvoorbeeld elk jaar laten bloeien. Alleen door licht? Alleen door licht. Wat je eigenlijk gaat doen is de natuurlijke omstandigheden. In de natuur hebben we seizoenen. En dat heeft te maken met wat voor temperatuur, dag-nacht temperaturen, je hebt lichtsamenstellingen. En een plant kan je daar eigenlijk, die gaat afhankelijk van die omstandigheden, gaat die iets doen. Gaan de processen in zo'n plant lopen. En wat we eigenlijk gaan doen in zo'n gecontroleerde afdeling,
Dat kan zijn dat mensen met zo'n systeem echt gaan zoeken naar wat voor temperatuurschommelingen, lichtschommelingen moeten wij nou gaan nabootsen om die plant te laten denken dat het weer voorjaar wordt. En dat we dus, of juist najaar wordt, en dat we dus zaad moeten gaan maken of een bloem te gaan aanleggen. En zo kunnen ze dus voor sommige gewassen al elk jaar zaad maken. En dat is dan voor de EVE1's bedrijf is het heel een voordeel, want dan kunnen ze sneller nieuwe rassen ontwikkelen. Hey, jij zegt, we maken dit zodat die andere partijen, die kwekers en andere veredelaars, kunnen experimenteren. Maar waarom lever jij ze niet gewoon het recept? Want zeg maar, dit zijn mensen die moeten dan, dus ook tijd en energie in het experiment gaan stoppen. En dan heb je ook weer een deskundigheid voor nodig. Moet je ook weer dingen voor leren. Ik zou denken, ik koop bij jou je lampen. Als jij me nou net vertelt wat ik moet doen, zodat mijn, zodat mijn business beter draait. Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik heb daar in het begin over nagedacht. Kijk, er zijn heel veel gewassen. En er zijn nog veel meer wensen van kwekers. Wat willen ze? Willen ze een compacte plant, een hoge plant, een brede plant? Daar zit zoveel diversiteit in. En wat wij eigenlijk doen is, wij maken de systemen. Die leveren aan die klant. En daarnaast ga ik met die klant meekijken. Van joh, welke kant moet je nou op? Ik heb al diverse gewassen gezien bij kwekers met mijn systemen. Ja, ik weet dat zo'n soort gewas ongeveer zo zal gaan reageren. Nee. Al zou ik al die onderzoeken zelf moeten doen, dan heb je en heel veel spullen nodig. En iedereen moet zijn gewas inleveren. En wat ik nog het allerbelangrijkste vind, is een teler die weet hoe zijn gewas eruit ziet. Die weet hoe zijn gewas groeit. Die weet alle kneepjes van het vak, van het gewas. Als ik met een kweker in zijn cel ga kijken en in de kas, dan kan hij direct aan de bladstand of aan een aantal knoppen kan hij zien, hey, dit is goed of dit is niet goed. Mm-hmm. En als ik die onderzoeken zelf gaan uitvoeren, of wij gaan dat met een bedrijf daarvoor optuigen, dan mis je die kneepjes. En dat is en zijn dan tuinders geneigd die kennis te delen? Want jij zegt, ik zie dat natuurlijk allemaal. Dus jij kunt anderen weer helpen doordat je informatie van anderen krijgt. Ja. Maar het is natuurlijk ook heel concurrentiegevoelig, denk ik. Dat is absoluut concurrentiegevoelig. Daar probeer je een modus in te vinden. Kijk, ik kan niet, als iemand zegt, dit is echt voor deze potplant de perfecte lichtsamenstelling of intensiteit of de totale omstandigheden, kan ik dat niet bij zijn concurrent op de stoep gooien. Dat mag niet. Ik heb verschillende klanten, zeg maar. Ik heb klanten die zeggen, ik koop zo'n stuk onderzoeksfaciliteit. Bouw dat bij mij en ik ga daar mooi mee aan de gang. Maar ik heb ook klanten die zeggen, ik wil toch jouw hulp daarbij. Want wij moeten de goede richting op. Daar zit inderdaad een tweestrijd. En ik ben nog niet in zo'n positie gekomen dat ik echt dat probleem had. Van nu ga ik jou eigenlijk vertellen wat ik al weet. En dat wil ik natuurlijk ook niet. En dan zou ik zeggen van, hier heb je een stuk speelgoed. Ik weet, in die richting moet je zoeken. En dan moet je het maar zelf verder. En dat is ook afhankelijk van, misschien wil die kweker die datzelfde gewas kweekt, toch wel weer iets anders bereiken. En dat zie je wel vaak. Ja, dus het is wel een dilemma, kan ik me voorstellen. Ja. En jij bent ook niet de eerste de beste, want jij bent... Jij komt uit de business, je bent tuinderszoon. Ja, absoluut. Je bent je hele leven met die planten bezig. Dus je bent ook niet een afstandelijk techneut die wat lampen komt brengen en zegt, heel veel plezier. Klopt. En volgens mij heb je wel degelijk daar natuurlijk een visie op. Ja, dus ik wil me vaak wel bemoeien ook met het onderzoek. Al is het alleen al om uit te leggen van hoe moet je nou een onderzoek doen. Even netjes in een Excelletje een proef opzet, temperaturen, de vochtigheid. Wat wil je gaan zien? En waarom ga je iets instellen? Dus ik doe vaak dan met zo'n klant, ga ik om tafel en dan zeg ik, ik denk dat we zoveel procent blauw licht moeten toepassen. Maar dat gaan we in verschillende stappen doen, van weinig naar veel. Om te kijken wanneer we dat effect het meest interessant vinden. Maar als we dus in de licht samenstelling gaan schuiven, dan moeten we de lichtintensiteit gelijk houden. Want anders kunnen we het niet met elkaar vergelijken. Nee. Dan gaan we de lichtintensiteit bekijken en dan gaan we het spectrum gelijk houden. En zo ga je dus met zo'n klant kijken hoe kunnen we nou het beste, het snelste naar die positie waar jij heen wil. En dat stukje kennis wat ze dan missen is eigenlijk, ik zeg van ik zou
in deze hoek gaan zoeken. Want als iemand alleen maar met wit licht gaat testen, en terwijl dat ik al weet van de hele groene licht in dat witte licht heb je helemaal niet nodig. Ja, dan kunnen we beter in de hoek van rood en van blauw opgaan bijvoorbeeld. Ja, wat is het meest opvallende wat je bent tegengekomen de afgelopen jaren? Als je het hebt over dit soort experimenten. Nou, een van de opvallende dingen is dus dat echt bloeiinductie. Dus wat ik net uitlegde van seizoenen nabootsen. Ja, seizoenen nabootsen. Maar ook je kan een gewas bijvoorbeeld veel compacter laten groeien. Veel intenser. Dus als je kan een gewas net zo hard laten groeien. Alleen... in een compactere vorm. En wat er dan gebeurt is, dan gaan droogstofgehaltes omhoog, inhoudstoffen gaan omhoog. Dus dan wordt de smaak van een product wordt ook compleet anders. Die wordt veel intenser. Ja. Dus een mooi voorbeeld is hier in restaurant De Kas in Amsterdam. Ik zag dat je daar bezig bent. Voor wie het niet kent, dat is een restaurant met een kas daarnaast waar ze hun eigen groenten verbouwen. Ja, dat is een restaurant in een kas. Bij jou in de achtertuin. Ja, nou, dat is helemaal mooi. Ja. Nee, maar dat is echt een mooi voorbeeld van een restaurant die wil dus... Een groente maken, of nou tenminste in dit geval kruiden, die eigenlijk een andere smaak hebben als de reguliere kruiden. Hij zegt, het maakt mij niet uit hoe lang het duurt voordat die kruiden goed zijn, maar ik wil een intense smaak. Ja. Dus ik heb met die man, Gert-Jan is dat, heb ik samen om tafel gezeten van wat kunnen we nou doen? We gaan een recept maken met veel blauw licht erin, waardoor die plant lekker compact groeit. Assimilaten die plant heeft, gaat die opslaan in de plant. En je krijgt een plant met een iets hoger droogstofgehalte en dus ook een hogere smaak. En dat een intensere smaak. Dus dat proef je ook echt. Dus er staan diverse kruiden, kressen, van alles en nog wat zat eronder. En als je naar de lange termijn kijkt, hè, want ik kan me voorstellen, dat het ook nog een ding kan zijn van fases. In deze fase snap ik wat je zegt. Ja. Weet je wel, niet je eerste, maar het is het begin van je klanten. Die klanten hebben je relatie mee, die willen niet dat je doorgeeft. Maar als het nu echt schaalbaar wordt en er wordt een massaproduct in de wereld waarin jij opereert. Ja. Wordt nog steeds dan die consultancy belangrijk voor jou? Of ga je dan wel gewoon de recepten meeleveren, zeg maar? Want... uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal bezig om zoveel mogelijk kennis te vergaren. En om die kennis moet het, van mijn part, mag het openbaar wezen. Ja. Want hoe meer we weten over telen en over hoe je nog efficiënter kan telen, meer kilo's per vierkante meter, in het geval van groenten bijvoorbeeld. Ja, hoe meer voedsel, hoe makkelijker we ook voedsel kunnen maken en hoe harder die technologie ook weer gaat. Dus uiteindelijk, van mijn part mag dat openbaar worden. Maar je blijft natuurlijk altijd, bedrijven gaan zoiets kopen. Dat is een soort investering, maar dat is eigenlijk een soort concurrentiepositie investering. Zij willen eigenlijk kennis opbouwen die een ander nog niet heeft. In de toekomst zal dat meer bekend worden. En dan is het, voor dit gewas heb je deze lamp nodig, met dit spectrum bijvoorbeeld, en deze intensiteit. En dat is dan per situatie weer anders. Ja, op een gegeven moment gaat iemand het misschien wel gewoon zelf plaatsen, toch? Zo gaat het ook vaak met kennis natuurlijk. Ja, absoluut. En op een gegeven moment is er iemand die het wel gaat delen met de wereld. Ja. Ja. Wereldwijd staat Nederland bekend om de heel efficiënte voedselproductie. Absoluut, ja. Past dit in dat plaatje? Is wereldwijd, lopen we hier ook weer voorop? Loop jij voorop? Nou, kijk, in de Nederlandse tuinbouw kunnen we inderdaad heel efficiënt produceren. Dat heeft mede te maken doordat er van oudsher natuurlijk heel veel tuinbouw is geweest. Maar voor wat betreft city farming, en die term, dat is eigenlijk gewoon in meerdere lagen boven elkaar zonder daglicht telen. Ja. Daar zijn wij misschien nog niet zo ver mee. En dat komt omdat wij alles telen in kassen. En omdat wij dat veel efficiënter doen als waar dan ook. En ook vooral goedkoper. En dat zeg ik ook altijd. De laatste plek waar zo'n vertical farm rendabel is in Nederland. Want we hebben overschot in alles. Alles is goedkoop. Als je het hebt over groenten, bijvoorbeeld sla, maar ook bloemen en zulke soort dingen. Dat is allemaal het is eigenlijk een overschot, dus we exporteren heel veel. En de prijzen in Nederland zijn eigenlijk zeer laag. Maar los daarvan, de ontwikkeling, voor wie dat niet weet, is dat je wereldwijd zie je de vertical farm, dus in verstedelijke gebieden zonder gebruik maken van daglicht. Gewoon een soort flatgebouw wat eigenlijk een kwekerij is. Ja, klopt. Van alles en nog wat. Ja. Eigenlijk zeg jij, we hebben hier de wet van de remmende voorsprong.
Wij produceren al zoveel en zo goedkoop, weliswaar nog horizontaal. Ja. We hebben de achterstand in dit geval dus. Ja, het is een voorsprong die we hebben. Maar die remt je dus af om te innoveren. Ja. Maar we kunnen daar een grote voorsprong voor maken, omdat we hebben zoveel kennis van al die gewassen. Als wij zorgen dat we ook qua licht ook alles weten. En we kunnen dat combineren. En ook vooral de techniek waar Nederland goed in is. Want ja, als je bijvoorbeeld in Australië een kwekerij neerzet, dan komt alles uit Nederland. Dat is gewoon ook alles qua techniek, qua kassen, qua lampen. Verzin het maar, alles komt uit Nederland. Is dat zo? Ja. Ik ben toevallig een paar weken terug nog bij een bedrijf geweest in Australië. En daar telen ze dan chrysanten. Nou, dat doen wij thuis ook. Heb ik toen stage gelopen tijdens mijn studie. En daar stond ik er weer van te kijken dat echt alles komt uit Nederland. Tot aan het potgrond ertoe. Ja. Dat is bizar. Maar kijk, en dat komt gewoon omdat wij zo ver zijn met al die ontwikkelingen. Wij weten precies wat er nodig is. En daar is de hele infrastructuur, de hele toeleveranciersketen, zeg maar, is daar helemaal op ingericht. Ja, dat vind ik toch wel interessant, want jij komt uit een tuindersfamilie. Je zegt, mijn ouders kweekten chrysanten. Ja, kweken. Kweken, ja. Nog steeds, ja, in Noord-Holland, was ja. ik ergens. Ja, ja. En wat is dan het moment dat jij denkt van, ik ga me in dat licht verdiepen? Ja, dat is een goede vraag. Waar valt dat kwartje? Nou, ik ben zeg maar, na mijn mbo ben ik naar de HAS gegaan. Puur met het idee, de HAS is de Hoge Agrarische School in Den Bosch. Ja. Jij dacht de HAS. Aan de HAS. Nee, ja. In de HAS. Ja. Ja. Naar de HAS. In de HAS kan ook nog. Ja. Nee, Hoge Agrarische School met het idee van ik wil zoveel mogelijk leren wat betreft planten, wat er achter nog speelt qua plantfysiologie, maar ook gewoon puur management. Van een tuinbouwbedrijf. En daar heb ik een heel goed besluit genomen om daarheen te gaan. Want ik had daarvoor mbo gedaan. Die stap naar hbo was, het eerste jaar was flink. Maar dat is helemaal super verlopen uiteindelijk. Maar tijdens mijn afstudeerproject ben ik dus echt met licht bezig gegaan. En daar zag ik ook, je kan dus echt veel dingen sturen. Bijvoorbeeld, je kan dus smaak beïnvloeden. We hadden dan een proef met radijs en daar zagen we echt heel duidelijk. We hadden zeg maar, alle omstandigheden hadden we gelijk, behalve het licht. Ja. En dan zag je, daar proefde je gewoon drie soorten radijs en het proefde alle drie compleet anders. Nou, dat triggerde mij enorm. En daarnaast waren er ook veel bedrijven die zeg maar mee wilden kijken met ons, met ons onderzoek. Want dat vonden ze allemaal interessant. Wij probeerden dat een beetje open source te doen, zeg maar. En die bedrijven hadden allemaal dezelfde vragen. Die kwamen allemaal van, maar wat voor lichtrecept is nou het beste voor ons gewas? En wat voor lamp moeten we dan kopen? Ja. Nou, en dat triggerde mij eigenlijk om een beetje te gaan verdiepen in die hele LED-markt. Want ik wilde ook weten voor ons gewas wat nou het beste was. Ja. Maar ik dacht, hoe kunnen we dat dan uitzoeken? Nou ja, en daar kwam er dus En LED was natuurlijk een waanzinnige technologische ontwikkeling waarbij je kleur exact kan regelen. Ja, tot de nanometer nauwkeurig, bij wijze van spreken, kan je een piek maken. En waar moet die piek dan zijn? En hoe moet je dat lichtrecept nou vormgeven? Dus uiteindelijk, ik kwam erachter, er is geen goed systeem waarmee een kweker kan uitvinden wat nou de beste lichtrecept voor zijn gewas is. En daarnaast, wat ik ook zag, is dat kwekers die vragen aan een leverancier van wat is nou de beste ledlamp voor mij? Of dan komen jullie en komen vertellen, deze lamp heb je nodig, want dat is heel mooi. Dat hebben we speciaal voor jou onderzocht, ook op jouw gewas getest. En dat is echt absoluut het beste. Nou, en ik krijg 10 van die figuren over de vloer, zal ik het maar even noemen. En die gaan allemaal hun lamp zeg maar, aanprijzen als dat beste lamp is. En uiteindelijk weet die kweker het helemaal niet meer. Want de ene lamp geeft wit licht, en de andere lamp geeft paars licht. Dus uiteindelijk denkt die kweker dan ook, ik moet gewoon voor mijn gewas weten wat nou uiteindelijk het beste is. En dan kan ik het omdraaien. Ik zeg gewoon, als een kweker zelf uitzoekt wat voor licht hij nodig heeft, dan kan hij daarna bij wijze van spreken een bestek op tafel gooien bij een lichtleverancier. En dan kan hij zeggen, ik wil deze lamp. Yep. En toen dacht jij, met jouw achtergrond vanuit de kwekers. Ik dacht, dat moeten we gaan maken. Ik ga die lui helpen om te zorgen dat ze in een goede positie komen ten opzichte van de licht. Want alleen in die fase wil jij ook een rol spelen? Nou, tot nu toe. Dat klopt. Dus ik heb echt een systeem ontwikkeld. Dus samen met een vriend van me, die zit in de robotprogrammering. Die maakt robots voor staal te snijden. Tot buizen tot 2 meter diameter. En dan kun je dus inlopen. Dat is bizar. Ja. Maar die jongen die is goed in software. En die informatica studeert. Technische informatica. Maar
we hebben 3,5 jaar geleden om tafel gezeten van, joh, ik wil een soort systeempje maken waarmee we aan de knoppen kunnen draaien qua licht. Maar dan ook echt gewoon nauwkeurig. En ook dat je feedback krijgt van je lamp. Dat betekent dus dat je alles moet vastleggen. Precies hoe je het doet. Wat voor licht, hoeveel water een plant krijgt, CO2-gehaltes. Exact. Ja. Dus je hebt een testomgeving gecreëerd waarbinnen je dit soort experimenten wetenschappelijk kunt doen. Klopt. Ja, dus ja, we gingen dus uiteindelijk, hadden we gezegd, nou, we gaan onze vrije tijd daarin steken en we gaan wel even software maken. Nou ja, dat hebben we bij de vorige spreker ook al gehoord, dat gaat niet zo makkelijk. Nee. Dus we waren begonnen met een heel eenvoudig, ik denk al het goedkoop, het moet toegankelijk zijn. Mijn missie is ook eigenlijk het toegankelijk maken van plantgericht onderzoek. Want een kweker, ja, je kan wel aankomen met een mooie cel van een ton, maar dan zeggen ze van, ja, dat is leuk, maar dat gaan we natuurlijk nooit terugverdienen. Ja, een cel is zo'n omgeving. Ja, dat is eigenlijk een hok waar je eigenlijk naar alle kanten kunt experimenteren. Allerlei onderzoeken kan doen. Ja. Dus wij wilden het zo goedkoop mogelijk insteken. Maar uiteindelijk na een maand hebben we alles in de prullenbak gegooid en zijn we opnieuw begonnen. Heb ik gewoon knappe spullen gekocht. En hebben we eigenlijk zijn we een software platform gaan bouwen en een app. Waarmee we eigenlijk bijvoorbeeld een koeler, verwarmer, luchtbevochtiging, CO2 toedienen. Maar ook alle lampen, watergift. Alles in één besturingssysteem. En dat is misschien wel leuk om te vertellen. Het draait om een Raspberry Pi. Nou, dat is een computer van $50. Ja. Kijk, heel simpel gezegd. Je zou bij wijze van spreken de software op je mobiel kunnen draaien. Maar dan moet je mobiel wel constant bij die cel zijn en verbonden zijn. Maar ja, of je nou een dure computer neemt of een kleine Raspberry. Als het maar, zeg maar, bedrijfszeker is. En nou, dat hebben we natuurlijk uitvoerig getest. Dat is het gewoon. En we gebruiken dan een industriële PLC die eigenlijk de waardes naar de lampen stuurt, de waardes van de lampen terugkrijgt, maar ook alle sensoren van temperatuur, vochtigheid, voelen ze in de cel. En ook de cool unit en dergelijke aanstuurt. Dus ja, eigenlijk hebben we in 2 jaar tijd ongeveer hebben we alles ontwikkeld en getest. Dat is natuurlijk reet interessant, want door jullie installaties, je zegt de software-based. Je logt natuurlijk ook al die gegevens. Absoluut. Krijg je ook het eindresultaat daaraan gekoppeld? Want dan ben je in feite natuurlijk ook een fantastische dataverzameling aan het opbouwen. Nou ja, dat laatste is heel moeilijk. De output. Ja, hoe beoordeel je dat? Wat heb je voor output? Is het goed of niet? Want je hebt natuurlijk in een cel heb je allerlei hokjes. Ja. Ja, wat is nou het beste lichtrecept? Dat is eigenlijk de conclusie van wat de teler na zoveel jaar onderzoek zegt van, nou, dit is nou het beste. Ja. Ja. Maar als ik daar niet bij zit, dan weet ik het ook niet. Nee. Maar in principe, ik heb daar ook niet heel veel aan. Ik haal de kick uit, zeg maar, als de teler iets maakt wat hij daarvoor niet kon maken. Ja. En wat eigenlijk. En je geeft hem eigenlijk de instrumenten. Ja, ik geef hem de instrumenten. En ik help om zo snel mogelijk naar dat punt toe te gaan. Ja. Want ja, dat is zonde als je natuurlijk zo'n stuk, zo'n mooi instrument koopt. Ja, toch vind ik het ook fascinerend, want jij helpt tuiners om dit te doen. En waarschijnlijk worden op tientallen plekken, of misschien honderden plekken wereldwijd. Waarschijnlijk wel. Duizenden plekken zijn mensen bezig om dit te optimaliseren. Ja. Het is ook eigenlijk zonde dat men niet beschikt over elkaars. Klopt, nee, dat is hartstikke zonde, want anders zouden we met z'n allen veel sneller ver komen. Ja. Maar ja, dat hele. Concurrentie. Doordat het bedrijfsleven zo werkt, werkt het op die manier. Ja. Hey, hoeveel geeft een indruk van hoe groot ben je nu? Zijn jullie nu? We hebben ongeveer een 50 systemen staan door heel Nederland. En dat is van klein karretje, zeg maar. Dat is een karretje van 1,5 meter bij een meter breed, zeg maar, bij 80 centimeter breed. En daar zitten dan vaak 3 lagen op en alle belichting en het watergift kan daar gestuurd worden. Tot hele klimaatcellen met sommige grote, sommige kleine. Waar echt alle goede omstandigheden gestuurd kunnen worden. En verdien je het meeste geld met je hardware of met de consultancy? Want dat met de hardware. Ja. De consultancy, ik ben wat dat betreft commercieel ingesteld 0. Dus ik vind het altijd leuk om bij die kweker binnen te lopen, even hooi te zeggen, even in alles. Die cel te kijken en mee te denken. En uiteindelijk rijd ik weer in de auto naar huis en dacht ik, ik vind het interessant, maar ik heb weer geen factuur gestuurd bijvoorbeeld. Daarom breekt het bij mij wel eens aan, maar je aldoende leert men. Dus je gaat vanzelf ook een beetje meer daaraan denken. Ja. Maar een systeem bouwen, dat is uiteindelijk wat we hoofdzakelijk doen.
Ja, en dat stukje telen, dat vind ik prachtig. En daarom heb ik het ook ontwikkeld. Ja. Maar het mooie is, jij komt natuurlijk echt uit de praktijk. Ja, precies. En, ik ben ook echt een praktijkgedreven iemand. En doordat ik ook samen met die kweker, zeg maar, in die cellen bezig ben, zie ik ook hoe zo'n kweker met zo'n cel omgaat. En zie ik ook van, maar dit moeten we anders inrichten, want dit is veel te ingewikkeld. Dit snappen ze niet, zeg maar. Ja. Dus daarom kunnen we ook weer makkelijker die software verbeteren. En bij jullie thuis, gaat het nu beter met de chrysanten dan 5 jaar geleden? Ja, dat sowieso, maar dat gaat constant door. Want we blijven natuurlijk aan alle kanten kijken. Maar naast zeg maar Green Simplicity ben ik thuis ook nog wel mee aan het kijken, zeg maar, in de processen. En heb ik de allereerste planten die in de allereerste klimaatzone gingen, dat waren natuurlijk chrysanten. Ja. Want ja, die pak ik thuis weg en die gaan er rond. Ik zeg, nou ga ik even spelen met dat instrument wat ik heb gebouwd. Ja. En ja, dan hadden we hele leuke resultaten gezien. Dus ja, wij gingen daar natuurlijk. Wij hebben dat ook gezien, wat daar mogelijk is. Alleen dan is het natuurlijk het lastige. We gaan in een donkere cel, zonder daglicht, gaan we iets testen. En ga dan een vertaalslag maar maken naar de kas. Ja. Want we hebben er, zeg maar, een stuk bewortelingsafdeling, zoals we dat noemen. Dus waar wij doen, die chrysanten, dat wordt vermeerderd door stek. Dus we krijgen een groeipunt uit Kenia, Tanzania krijgen we binnen. Die wordt bij ons automatisch in de potgrond gestoken. Die gaat de afdeling in en na 14 dagen komen ze diezelfde afdeling weer uit. Dat is, zeg maar, een 1200 vierkante meter aan oppervlakte. En dat is een automatisch containersysteem. Dus die plantjes gaan er automatisch doorheen. Nou kunnen we van die afdeling, hadden we een klimaatzone kunnen maken. En dan moet je al dat licht maken door stromen erin te stoppen. Maar toen ben ik gaan kijken van, ja, hoe kunnen we nou die vertaalslag maken dus naar een kasomgeving. Nou, en daar hebben we nu ook weer software voor gemaakt. En daar hebben we nu sinds juli een belichtinginstallatie opgehangen. En daar beginnen we nou een beetje de vruchten van te zien, zeg maar. Ja. Ja, dus we krijgen er onderhand grip op. Dus dat is leuk dat die vertaalslag van klimaatcel wat we daar gezien hebben en die effecten, dat we die ook naar de kas kunnen vertalen. Dat is wel echt... Ja, dat is ook weer op mijn pad gekomen, doordat je staat op het punt van, ja, nu willen we dat gaan doen en ga het dan maar eens uitzoeken. Ja, het mooie vind ik. En dat was van de vorige dag. En dat zei je aan het begin ook, het is ook echt letterlijk trial and error. Ja, absoluut. Want je kunt er echt nergens een engelskloof die je openslaan of een website raadplegen en denken, goh, ik ga eens even opzoeken hoe dit moet. Ik geef altijd maar als voorbeeld, ik ken het hele foto's in deze boek doorbladeren en hetgene wat je vindt is dat... 660 nanometer rood, zeg maar, dat het beste is voor fotosynthese. En dat nog in combinatie met een klein beetje verrood. En blauw is dan weer voor de aanmaak van enzymen en andere, zeg maar, effecten in zo'n plant. Bijvoorbeeld de dag-nacht-lengte herkenning, of het dag is of nacht. Ja. Dat gebeurt op blauw licht. Het is wel leuk om te zien in zo'n cel, als je rood licht aanzet en alleen maar rood licht, dan groeit dat plantje wel. En als je dan het hokje daarboven ook redelijk wat blauw licht aan hebt, dan staan al die planten zo. Ja. Na dat hokje naar boven, die staan allemaal waar dat blauwe licht vandaan komt, dat minuscule blauwe licht, dat wij bij wijze van spreken dat bijna geen eens kunnen meten, dan denken ze, daar is de zon. Dus dan gaan ze allemaal die kant op. Terwijl ze boven hebben ze heel veel groeilicht, maar dat plantje dat weet gewoon niet dat groeilicht is, want dat is alleen maar rood. Ja. En het stuk blauw, daar gaat hij dan, daar gaat hij zo staan. Dus dat is best wel leuk om te zien. En ik denk gelijk aan, het is toch baanbrekend onderzoek, wat je eigenlijk faciliteert. Absoluut. Ja, ja, ja. Als je echt even groot denkt, hè, over de wereldproblematiek en voedseltekorten op andere continenten, is dit natuurlijk waanzinnig veelbelovend. Ja, nee, absoluut. Kijk, denk jij daarover na? Is dat absoluut. Daar denk ik zeker over na. Kijk, uiteindelijk is het de bedoeling. Kijk, in Nederland is het moeilijk om echt zo'n vertical farm, zeg maar, te ontwikkelen. Omdat het wordt niet rendabel. Ja. Maar in Nederland zou dat wel de ultieme plek zijn om het te ontwikkelen. Omdat alle techniek, alle kennis, alle spullen, alle toeleveranciers, alles is hier. Ik denk dat het nog wel gaat komen dat we dat toch gaan maken hier. En uiteindelijk, dat kunnen we ook exporteren. Want Nederland heeft een verschrikkelijke hoeveelheid telerskennis, zeg maar, groene vingerskennis. En als we dat dan kunnen bundelen in techniek, en dat kan, want je uiteindelijk in zo'n gebouw of een farm, daar wordt alles controleerbaar. En de groene vingers die nu in de kas nodig zijn om, de zon komt door, we moeten het scherm dicht doen, of juist meer water geven, of zulke soort dingen. Als je dat in zo'n systeem aan die computer kan vertellen, wat die dan moet doen als de lampen aangaan. Dus alles wordt veel constanter. Je kan alles regelen.
En wij in Nederland zouden in principe allemaal in die software moeten kunnen pompen. En ik denk ook gelijk aan LED, energiezuinig, zonne-energie, Afrika. Dat is in principe een goede gedachte. Alleen, ik zeg het altijd wel eens, zeker als je zo'n gebouw neerzet, is het dweilen met de kraan open. Want er gaat zoveel energie in om echt licht te maken. Ja. Een LED is gewoon 40% efficiënter dan huidige lampen die gebruikt worden in de tuinbouw. Er is ook zoveel licht nodig om een plant effectief te laten groeien. Wordt een business case, dat wordt berekend op de stroomprijzen van nu. Maar als dat bijvoorbeeld over 10 jaar gehalveerd is, dan wordt het al een heel ander verhaal. Ja. Dan kan het al heel snel interessant worden. Ja. En dan gaat die bal misschien wel ineens veel harder rollen. Ik heb nog een allerlaatste vraag van de Martinus, dat is de man die de techniek voor ons doet. Of jij de smaak in de tomaat kan terugbrengen? Dat zeg ik niet dat ik dat kan, maar dat kan op heel veel manieren. Ik hoorde net blauw licht. bijvoorbeeld, maar daar speelt heel veel factoren hebben een rol, maar onder andere voeding. Maar ik denk dat de tomaten van tegenwoordig, die zijn best super qua smaak, denk ik. Maar dat is uiteindelijk aan de consument natuurlijk. Dat is ook weer smaak, Dat is smaak. Ja. 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 Ja, als je bijvoorbeeld de sherry tomaatjes hebt, dat is weer een andere ras, zeg maar. Een andere samenstelling, die plant is anders opgebouwd. Ja, dat is weer heel anders qua smaak, veel zoeter. En dat kunnen ze ook heel goed... Hey, prachtig. Waanzinnig interessant. Ontzettend interessant. Ja, en wat je ook hier weer voor wie er nog over twijfelde, maar zeg maar software is overal, is ook in dit geval ook wel weer het voorbeeld. Ja, wordt ook steeds belangrijker. Zeker als we ook straks naar de artificial intelligence gaan, dan uiteindelijk de klimaatcomputer die gaat bedenken wat er gaat gebeuren. En je kunt je data gaan gebruiken om te optimaliseren. En wil je zoiets optuigen, heb je data nodig, maar ook vooral kennis en output van wat is nou goed precies. En wat is nou fout. Daar hadden we het over. Super, heel ontzettend bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream uit Groningen voor het live beeld wat je als je live keek tot je kreeg. Bier & Co. voor de biertjes nu eventjes niet, want we hebben nog bier van onze vorige gast Mini Brew en van Stekels, een huisbrouwer. Had ik dan nog iemand? Ja. Freedom Lab, Freedom Lab. Daar zijn we vanuit. We zijn er iedere dinsdagavond, dus hopelijk tot de volgende keer. Dag.